De boevenval staat op scherp en Roel doet alsof hij een pakketje aflevert. Wij houden ondertussen vlakbij alles in de gaten en het onbewaakte busje wekt al snel de interesse. Onze beveiligers zijn als eerste ter plaatse. Jongens, wat is dit? Ik dacht eindelijk mensen in Gouda. Dat zijn sympathieke mensen. Ben ik even een pakketje aan het bezorgen? Ik wou alleen maar helpen, want ik zag dat er niemand was. Je helpt me nog niet door aan mijn spullen te gaan zitten rommelen. Denkt u dat ik dom ben? Ik heb gelijk die camera hier boven mij gezien. Ja. Dus gaat mij niet vertellen dat ik iets wou jatten of wat dan ook. Maar goed, ik vrees dat ik 112 moet gaan bellen. Oh. Je zit echt de boel kapot te trekken. Wat willen jullie doen? Willen jullie mij niet filmen? Politie. Moet ik bang zijn voor jou? Wie ben jij? Kankerman. Niks. Jongen, rustig. Niks aan de hand. Roel belt de politie en nu het zeker is dat hij uitgeleverd wordt, schiet een bekende van de boef hem te hulp. Hij heeft blijkbaar iets te verbergen. Dat zien mensen niet. Drie telefoons. Weg, ouwe Trent! Ik heb niks met jou te maken. Even daarna arriveert de politie. Even kort verhaal. Die staat op leuk. Ja, die staat op leuk. Mag ik even schetteren? Met deze man. Van goederen uit mijn bus. Zodra hij de kans krijgt, neemt hij weer de benen. En de politie, die doet niks. Maar wat blijkt, hij is een oude bekende. Ja, we weten waar we zijn. Een paar dagen later heeft de politie Gouda de jongen van zijn bed gelicht en opgepakt. En op dit moment wordt hij hier bij het Paleis van Justitie berecht. De jongen die in mijn bus was dus geen ordinair boefje. Maar dat blijkt dus gewoon een echte, zware jongen te zijn.